Oh ja, de lampen, ja. Oh, de lampen mogen best wat uit op mij, of moet dat? Of niet? Even kijken. Nou, Bas, dank voor de introductie. Ik heb het als ondertitel gegeven: Een personal journey. Soms weet ik ook niet een goed Nederlands woord voor iets. Want als we dat gingen vertalen, werd dat ook weer zo banaal. Maar eigenlijk ben ik deze zoektocht, denk ik, nu drie jaar geleden begonnen. Eigenlijk bijna intuïtief en helemaal op eigen uh, wilskracht, laat ik het zo zeggen. Ik wilde dit gewoon doen. He, en uh, bijvoorbeeld, ik snapte nooit waarom, he, ook weer gisteren was een moord op Rotterdam Zuid gepleegd. En Rotterdam Zuid, wat net zoveel wijken heeft als Noord, heet altijd met helemaal als totaal Rotterdam Zuid. Terwijl er zoveel verschillende wijken zijn met zoveel verschillende identiteiten. Hoe komt het toch. Dat over onderwijs gesproken, dat de kennisas Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam. Het stopt bij de rivier, het gaat niet over door de rivier en ook niet door naar Dordrecht. En als je de verdeling van het onderwijs kijkt tussen Noord en Zuid, weten we allemaal dat dat niet in balans is met elkaar. Ik had ook een soort fascinatie als ik bij de Maashaven stond van, wat doe je hiermee? Een haven die zo leeg is, wat ooit het, de, de, de kracht, de, de economie van de stad was, wat heel levendig is. En nu opeens zo'n op schip zitten twee mensen, er liggen misschien vijftig schepen, honderd mensen, zo'n grote ruimte. Wat doe je ermee? Wat wil je met zo'n. Uh... En daarom had ik ook zoiets van: er waren die plannen voor, of die zijn er nog steeds. Om daar dan een parkje te maken. En ik denk, er is al zo weinig mobiliteit. Hier zijn twee metrostations en moet je daar dan een getijdenparkje maken? Is dat, is dat het goede ding? Uh, hè, weer met die, hè, als, ik zal straks ook vertellen meer over de geschiedenis. Die plek waar zoveel gebeurde vroeger, waar ook de markt was. En hoe zit het toch dat je Rotterdam-Zuid, als de getallen kloppen, zo'n 200.000 mensen... En een haven waar 180.000 banen zijn en tegelijkertijd enorme werkloosheid op Zuid zit. Hoe zit dat met elkaar? En daar startte met al deze vragen: starten mijn journey. En elke keer maakte ik mijn verhaal uh, langer. Ging ik met mensen praten, ging ik fietsen? Uh, ik heb hier bij, proberen bij elkaar te zetten met wie ik allemaal heb gesproken. Ik zit, een aantal zitten ook in de zaal zitten. Uh, ik haalde ook, uh, ik, ik fietste veel uh, er doorheen om het te snappen. Dus sprak mensen op straat aan, net zoals Hermineke dat doet. Maar haalde ook bijvoorbeeld het Van Elis Institute van New York, waar ik zelf lid van ben, hierheen. Die kwamen hier drie dagen om ook met hun eens over te hebben. Wat doe je met zo'n met, met zo Zuid? En dan met name op het havengebied. Uh, uit die gesprekken die ik had, was bijvoorbeeld met Adi Duivenstein. Die zei van, je moet niet op, op woningen focussen. Wat is de economie voor Rotterdam-Zuid? Dat is de essentie. Daar moet je over nadenken. Of, als ik met Marco Pasto sprak, hè, er is een nieuw imago voor die havens nodig, hè, waar de jongeren echt willen werken. En de toekomst is veel meer zorg en techniek. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Of, deze man, die ik ook een leuke foto met Montevideo op de achtergrond, uh, hij zegt tegen mij, ja, we zijn hier met kerst, He, want dan willen we hier liggen lekker in de stad. Want het is alleen een parkeerterrein voor hem. Uh, vaak in het weekend weer het parkeerterrein. Weet je, het is heel handig. Het is hier een metrostation en de supermarkt. Daarom lig je in de Maashaven. Of met al het Kastelein, de baas van het havenbedrijf. Die het heel erg belangrijk vindt dat, he, dat het levendig blijft en vol bedrijvigheid. Uh, en dat, het, dat die havens doorgaan tot in het hart van de stad. En we organiseerden ook met Bik van der Pol um, kunstenaarsatelier. Die verzamelden allemaal mensen om zich heen, bewoners. Het was heel leuk om met hun te praten vanuit hun perspectief. En een van hun was ooit verhuisd naar Zuid. En die zei, eigenlijk sinds ik op Zuid woon, voel ik ineens dat er echt de rivier in mijn stad ligt. Eigenlijk had ik dat niet toen ik op Noord woonde. En um, Dominique Schreier was ook heel, echt heel erg belangrijk. Natuurlijk voormalig wethouder, woont op Zuid, burgemeester Zwijndrecht geweest, maar nu de, he, helemaal de, de baas van de binnenvaart noem ik het maar even. Uh, dus, want die binnenvaart is ook heel belangrijk. Wat kan je daar nou mee? He, maar hij wil een economie waar bedrijven, mensen en overheid weer voor elkaar zorgen. Want hij kent ook heel erg goed die geschiedenis hoe de haven verbonden was met de bevolking. En met Bas Jansen, het interview heb ik je bijgezet, Bas is hier ook. En we hadden eigenlijk als, die legde mij eigenlijk ook heel erg uit, of was voor mij dat, dat eigenlijk is het havenbedrijf, nu ga ik iets heel onaardigs zeggen, eigenlijk de verhuurder van de camping. Uh, maar het gaat om de bedrijven die erop zitten. Die zijn waar de mensen mee werken. En wij hadden als conclusie, uh, er moet er, of, of het was mijn conclusie, dat weet ik niet meer, er moet een verbindend plan komen voor haven en stad. Want die bedrijven zijn ontzettend aan het veranderen. Die, hebben, die zijn eigenlijk bang dat ze geen handjes hebben. Die merken erachter dat hun mensen eigenlijk helemaal niet aan, weet ik veel waar, in, in the middle of nowhere willen werken. Maar die willen weer meer terug naar de stad toe. Dus die bedrijven zijn ook in beweging. En, uh, en ik dacht heel wel: Rotterdam-Havenstad, verdienen we die, die naam wel, Havenstad? Moeten we niet eens veel beter nadenken, dus dat werd mijn the thema, hoe kan ik haven en stad met elkaar verbinden? Context het gaat natuurlijk over heden, over verleden en toekomst. Ik neem jullie even mee in hele korte stappen, want onze echte studie is veel groter. Ik denk dat we het ook een keer misschien iets gaan publiceren, dat weet ik nog niet. Maar ik moet mensen altijd uitleggen dat een haven gewoon gegraven is, dat het eerst uh, aarde was, en dat je kan ook zien dat er allemaal lijnen in waren naar uh, uh, en, en weggetjes en wegen naar uh, plaatsen en, uh, en ook naar Dordrecht toe enzovoort en dat eigenlijk zo'n haven van twee kilometer lang dat een enorme inbreuk was op het hele netwerk wat er eigenlijk was. Dus het werd ook een mooie haven, maar ook een blokkade op een andere manier. Ook is interessant om te weten, we hebben ook een studie gedaan naar al die verschillende havens, maar even als voorbeeld. En dat kan je heel goed op deze foto of tekening, wat is de foto, zien. Dat er een heel groot verschil is tussen een Rijnhaven en een Maashaven bijvoorbeeld. Als je goed kijkt nu naar de Maashaven, dan kan je zien dat er een, zeg maar een stedelijke kade is aan de kant van Katendrecht. Maar de andere kanten allemaal, dat is gewoon, ja, ik noem het een beetje bagger. Die, die schepen lagen helemaal niet aan een kade. Er is ook geen kade. Dat deel is gewoon keien en ja, een saluut. Dat had te maken dat daar de overslag van bulkgoederen plaatsvond en dat gebeurde op een hele andere manier. En natuurlijk het plan wat uh, werd getekend voor Rotterdam-Zuid, voor, voor, uh, voor, uh, voor al die arbeiders die daar kwamen werken, die hadden natuurlijk gewoon huisvesting nodig. Nou, dat werd met heel veel ambitie gedaan, met singles, met... Uh, uh, markante punten, ook heel erg leuk om te weten dat heel veel scholen prachtig zijn, de van, Stuur, Boyma, van de steur, net als de architect van Boymans, uh, ontworpen, met een prachtige brielslaan. Um, want je wilde goed voor je arbeiders zorgen, want je moest gezonde arbeiders hebben en die werkten dan goed. Natuurlijk, de arbeiders, die kwamen in die tijd uit uh, Drenthe en uit uh, Brabant. Uh, ook nog om te weten, de Waalhaven werd er vlak daarna gemaakt. Uh, en met de zand uit die Waalhaven werd het eerste burgervliegveld van Nederland gemaakt. Dat lag hier, uh, het vliegveld. En ook zo'n haven was ook meteen recreatie. Dus het kwam heel dicht uh, bij elkaar. En in 1933 is Maashaven echt de economische uh, uh, krachtpunt, uh, zwaartepunt van uh, Rotterdam. Een maastunnel wordt aangelegd. Dat uh, is natuurlijk fantastisch, ook heel goed om die foto's te zien hoe waanzinnig die gebruikt werd. We hebben nog trouwens een analyse, toch, in de jaren 60 werd het het allergrootste punt dat dit vooral door fietsers uh, werd gebruikt. Uh, ook interessant om te weten dat het eigenlijk was bedoeld waarom die maastunnel werd gemaakt, vooral in ieder geval voor de auto's, dat je door kon rijden van Brabant naar Den Haag en Amsterdam. Dus dit is ook niet voor niks, dat vind ik ook zo leuk. Wie noemt er nou een straat Pleinweg? Pleinweg. Oké, okay, maar het was die snelweg die door Rotterdam ging. Het heeft te maken dat die twee pleinen verbond, ik heb het opgezocht, maar dat is die tunneltraverse. Natuurlijk uh, de overstroming, dit is die Brielslaan, die echt een prachtig statige profiel had, maar dan moesten, het, kan je rechts in die onderhoek zien, uh, dijken gemaakt worden. En dan krijg je eigenlijk dat die dijken eigenlijk in Rotterdam aan beide kanten van de rivier eigenlijk heel als een soort infrastructuur zijn aangelegd. He, dat zou ook natuurlijk echt anders kunnen. Belangrijk ook om te weten dat waar he, al die energie zat van die Maashaven, dat daar ook de markt was. He, want het exchange of goods and people and food. Dat doe je op zo'n plek waar je die energie hebt. Die is natuurlijk nu ergens op een andere plek beland, maar zou die niet veel meer zichtbaar hier kunnen zijn. En wat je ook ziet gebeuren. Dat in de jaren 60 krijg je natuurlijk toch enorme weer transities. Er worden de tuinsteden gemaakt voor die uh, arbeiders. En die gaan uh, meer hier wonen. Maar ook nog iets wat gebeurt, begrijp ik, is dat die havenarbeiders, die haven betaalde niet zo goed. Er werd ook heel veel gebouwd. En die werden eerder bouwvakkers. En die gingen eigenlijk minder in die haven werken. Omdat die haven gewoon minder goed betaalde dan, uh, dan de bouw. Uh, hier is nog even die foto van het Maastunnel-traject, de Pleinweg. Hè, misschien moet die toch eens een keer een andere mooie naam krijgen, denk ik dan. Het uh, is echt als een snelweg door de stad. De metro wordt aangelegd, dat is ook echt een grote uh, stap uh, voor Zuid. En, uh, en hier zie je eigenlijk een soort vervolg van, wat ik zei, die transitie van de arbeiders. Hè, uit, uh, waarvan ik zei dat die gingen naar die wijken, die, die tuinsteden. En die gingen eigenlijk eerder in de bouw werken. Dan komen zeg maar, de arbeidsmigranten uit Noord-Afrika en, uh, en Turkije binnen. En dan hier krijg je ook de Turkerellen. Um, en dat is ook de tijd eigenlijk meer van de stadsvernieuwing. Ik wilde even zeggen, nu krijg je een stukje persoonlijke geschiedenis. Ik ben zelf in 1974 gaan studeren. Uh, mijn eerste, allereerste project was in Portugal. En ik zat dus in die metro waar echt, echt niemand in zat. We betaalden ook geen kaartje, want er was toch helemaal niemand... Mijn volgende project was op, in 1976 op Saarloosse Hoofd. Ik had ook geen idee waar het lag, maar hè, van daaruit ken ik Saarloosse Hoofd. En in 1979 was ik stagiaire van de dienst stadsontwikkeling. En mocht ik in het geheim, omdat de gemeente de, uh, van plan was de Pier te kopen of over te nemen van het havenbedrijf, heb ik het allereerste plan getekend voor de Pier Onder leiding van Jacques Nicolaas, wat mij natuurlijk heel erg dierbaar is, omdat hij toen plotseling later veel te jong overleed. Uh, ook nog om te noemen, dit is ook een interessante foto, zoals u weet hebben wij ook de Hillekop ontworpen, maar je moet eens dus goed naar die foto kijken, hoe toen nog de haven in de stad was. Dat wij ontwierpen, hè, die, die foto rechtsonder, daar lopen de, dat zijn foto's die we hebben genomen, de, de spoorrijen liepen nog, zo is ook de Hillekop ontworpen, dat zijn de bochtstralen van de treinen, en die grote poort, dat was het symbool dat daar de trein doorheen kon rijden en dat dat de verbinding met de haven was. En die hele waaiervorm, die foto rechtsbovenin, is een foto genomen vanaf de Hillenkop. Die waaiervormige flat die wij ontwierpen, met het idee om de arbeiders letterlijk het zicht op hun haven. En dat was toen nog vooral de binnenvaart te geven. Plan Riek Bakker, ik neem aan allemaal bekend, heel erg belangrijk. Er stonden prachtige pakhuizen aan de Rijnhaven. Die zijn voor het tracé van de brug en de weg allemaal weggehaald maak ik even een hele grote sprong om even dat toch bij de, en ook weten we ook allemaal hoe geweldig het is dat de Rijnhavenbrug en het Dailyplein wat dat een enorme betekenis heeft gekregen voor de ontwikkeling van Katerdrecht nu ben ik even nu wij waren, dus dit is eigenlijk allemaal nog een soort geschiedenis zoals ik zelf helemaal op pad was met allemaal ideeën, en we wisten dat er gewoon, en daar waren we van ook op de hoogte van, dat er allemaal plannen in deelgebieden van Zuid bezig waren. En ik had zelf het gevoel, en dat heb ik ook aan meerdere mensen verteld, ik realiseer me zelfs bij Eva Jinek. Um, dat ik dacht, ja, er moet een groter plan komen. En eigenlijk ook heel mooi de thema's die Hermineke, zeg maar te straks benoemde. Jongens, het gaat over energietransitie, het gaat over watermanagement, het gaat over klimaatverandering, het gaat over. Uh, de ontwikkeling en het onderwijs, hoe zit dat met elkaar? Er moet iets, uh, hoe zit het nou met die haven en die stad? Er moet een plan komen waarin je een groter, uh, um, nou, nou, een groter samenhang het geheel moest maken. En, uh, en uh, op nou, een gegeven moment kreeg ik ook die opdracht van, en daar was ik heel blij mee, uh, dat ik dat mocht doen voor Rotterdam Zuid. Uh, ik kreeg eigenlijk een vrije opdracht. Ik mocht doorgaan zoals ik dat op mijn informele manier deed. En ik sprak af dat ik vooral zou focussen, niet op de gebieden waar natuurlijk allemaal al plannen voor waren. Hè, en dat als, als uh, gegeven te geven. Maar juist zeg maar, naar noord en naar uh, west toe, eigenlijk het gebied van de havens. En dat gaat eigenlijk heel erg over hier en daar. Hè, ik, ik weet niet of u dat kunstwerk kende: van hier en daar, wat dan op de twee uh, tunnels staat, hè, op de twee uh, gebouwtjes stonden. Die aan beide kanten van de rivier staan. Maar je kan ook nog eens zeggen van er is een hier en daar tussen het park en het dokhavenpark, waarom zouden die niet iets met elkaar kunnen hebben te maken? Uh, er is ook nog een Euromast en we hebben een zendmast. Weet je welke hoger is? Maar heel veel mensen zijn hem niet. En het is eigenlijk heel leuk, dus ik kan niet meer denken dan dat ik het gebied doe tussen de Euromast en de zendmast, om dat met elkaar te vinden. He, dus dat weer dat hier en daar. Dit is dan vanaf Noord uh, gekeken terug. Maar daar is die, dat hele gebied. Er is ook een hier en daar, Maastunnel Noordkant, Maastunnel Zuidkant. Uh, er is een hier en daar, ook op een ander niveau, van de stad met zijn mensen. He, bijvoorbeeld, dit is in Charloos. En achter die dijk ligt die haven waar ze eigenlijk nooit komen, waarmee ze niet verbonden zijn. Er is ook een hier en daar van eigenlijk, wat ik zei. He, die plannen die voor, uh, bijvoorbeeld is ook weer en de Singels. Weet je hoe mooi het daar is? En daarachter ligt weer een daar van een, een haven die uh, niet verbonden is. En oh, hè, zoals ik van aardig moest doen, ik moest over programma en economie nadenken. We weten allemaal natuurlijk de hele transitie van Rotterdam. Die met schaalvergroting van de binnenstad de havens naar, uh, naar de zee... Uh, verhuisde, min of meer, die beweging maakt. En we zijn, gingen eigenlijk kijken, ja, wat, hè, in mijn fascinatie, wat doe je nou met de oude havens? Maar je hebt natuurlijk een heel verschil. Uh, hè, Leuvenhaven, Oude Haven, Haringvliet, dat zijn allemaal dingen die een maat hebben, die heel goed passen in een mooi stedelijk netwerk waar je mooi om kan gaan wonen enzovoort. Dat gaat goed. Dat is natuurlijk fantastisch. Je ziet al dat er een enorm verschil is tussen de Rijnhaven en de Maashaven. Het is niet voor niks. dat Zelfs zo'n rijnhaven is net wat te groot. En ik denk de plannen die de gemeente voorstelt om die in die, in die holte dat op te vullen. Uh, daar, he, daar dingen te maken, dat dat heel goed is. Want je brengt het terug naar een meer humane schaal. En waar je ook wil je hoogbouwcity zijn, he, zeg ik ook altijd, moet je altijd een Walkable City zijn. Dus dingen moeten te lopen zijn. He, anders kan je er trouwens ook al dat vervoer niet aan. Dus de Walkable City, ik ben de grootste voorstander daarvan. Maar wat doe je met zo'n maashaven? Hij heeft een maat, hij is net zo breed als de rivier. Er wordt dan even gezegd, je maakt een bruggetje tussen Katerdrecht en dat. Oké, okay, wat is die brug? Dan is dat aantrekkelijk om te lopen. Als je het helemaal zo is, dat twee kilometer, het andere is meer dan 300 meter. Wat doe je ermee? Uh, en nog maar niet te spreken over de Waalhaven, die weer een heel andere kwaliteit heeft, maar ook, daarom is het heel interessant om ook met uh, het havenbedrijf en de binnenhaven te spreken, dat heeft een schaal van de havens die ontzettend flexibel zijn. Dus als haven is het een goede haven, maar wat doe je wat je daaromheen doet? En toen en nu, hè, je had de tuindorpen met de medewerkers van de RDN, er was een enorme band tussen de bedrijven en hun, hoe ze voor hun personeel zorgden. En ik weet niet of u deze kent, het zijn de tijdelijke woondorpen voor de arbeiders op de Maasvlakte. Het grootste hotel van, van, uh, van Nederland, 1500 mensen. Dus die, uh, als ik het goed begrijp, worden gewoon via een internationaal, uh, als je arbeiders nodig hebt, die, nou, die komen weet ik veel waar uit de wereld en die worden hierin gestopt en als het werk af is gaan die weer weg. Is dat de band die wij met ons met onze mensen willen hebben in vergelijking met hoe dat vroeger was. Uh, en tegelijkertijd zijn er hele mooie initiatieven, hè? weer met leerwerkakkoorden enzovoort, maar het, het voelt zo als een, voor mij als een tegenstelling, hè? met baargaranties. Dus weer die vraag, Rotterdam Zuid, 200.000 inwoners en zo'n Rotterdamse haven, wat betekent je voor elkaar? En natuurlijk veel meer, ook met Marco Pastors gesproken. He, en de plannen van NPRZ. En ik doe een heel belangrijke uitspraak. Het gaat pas goed als mensen niet zicht op een uitkering hebben, maar zicht op een werk, onderwijs en goede woning. He, dat is natuurlijk de hele belangrijke opgave voor het NPRZ. We inventariseerden. Wat, zeg maar, hoe, wat voor bedrijven zitten er nou rond de rivieren, rond die havens? Ik weet niet of we het goed analyseren of niet, maar als wij naar de tekeningen kijken en de, hè, de informatie die wij. Eh, de bron staat elke keer erbij, hoor, waar, waar het vandaan komt. zijn het relatief heel weinig. Het zijn alleen de blauwe die echt aan het water gelieerd zijn. Een heleboel zijn gewoon industriegebouwen. En wat ik ook merkte is dat. Ja, die, hè, dus net als vroeger Schiphol of de NS, is, is ook de haven een staat in de staat. En het, hè, de stadsontwikkeling gaat er ook niet over, heb ik, heb ik geleerd. En dat merk je ook. Uh, natuurlijk de kaart die minneke ook al liet zien. He, de opgave waarvoor we staan. Um, en hoe gaat dat dan? Weer he, dat onderwijs dat zo ontzettend belangrijk op de kaart is. En dat zou ik naar Zuid willen trekken. Dat is mijn grote uh, idee. Want de nieuwe economie gaat heel erg over kennis, educatie en het verbinden van mensen. Ook wou ik zeggen als je openbaar vervoer gaat of wat je ook doet, mobiliteit. Het gaat over hoe je mensen verbindt. Stel je voor, dit is de kaart, die moet u langer naar kijken, ik weet niet of u kan zien. Stel je nou eens voor, wij zijn, wij zijn de tekening ook gaan maken vanuit een ander perspectief. Eerst werd Zuid altijd vanuit het Noord bekeken, hè, alle foto's. En daarna kwamen eigenlijk de perspectieven vanuit Oost. Wij zeggen nee, wij gaan vanuit West tekenen, vanuit de havenkant. Hoe kunnen wij hè, Rotterdam en Havenstad juist vanuit dit perspectief laten zien? En stel je nou eens voor, ik zou eigenlijk moeten nu inzoomen... Dat we bij die Maashaven, die zelf wel een actieve binnenvaart wordt, dat heb ik nu met Dominique Schreiter hoe we dat dan kunnen doen. Daar komt er dan ook niet alleen maar van een parkeerterrein, maar het moet actief. Maar de kant aan de zuidkant, die verbreden we, daar maken we een onderwijsstrip noemen we het. He, waar je bijvoorbeeld, he, en tegenwoordig he, TU, TU Delft, Erasmus... en tegenwoordig doe je ook van mbo tot hbo tot universiteit... dat doe je allemaal bij elkaar. Um, je doet op de Dokhaven het Living Lab. Stel dat de cultuurcampus op het Charloze Hoofd komt... en uh, gebruik die eilanden, die pieren in de Waalhaven... als een soort dorpjes noem ik het dan... Uh, en beschouw de Waalhaven-Zuid, waar die zendmast in staat waar eigenlijk ook al een heel park ligt, noem dat nou eens uh, een campus. Geef dat dus een ander perspectief, hoe je ernaar kan kijken. Um, want stel je toch voor, ik weet niet of u vaak op in dit gebied komt, nee, ik denk dat dit nog een van de mooiste foto's is, maar is dit aantrekkelijk? Als de haven zo belangrijk vindt dat zij de beste mensen bij hun komen werken, is dit dan wat je hun biedt? He? En de gebieden zijn meestal nog veel slechter, kan ik u vertellen. Terwijl de haven verandert, net als de rest van de wereld. We hebben natuurlijk al onze RDM-campus en ook wat er in die gebouw gebeurt is ook super interessant. Of de haven verandert ook dat we aan het food, agriculture is ontzettend belangrijk aan het worden. Daar zijn we mee aan het experimenteren, ook met de food labs. Dit is de rechterkant is Amsterdam. We weten allemaal. Dat vond ik ook natuurlijk leuk met Bas van der Pol. We hebben beiden aan de Lokhal gewerkt. Wat kan je in Oude fabrieksgebouwen op al die plekken. Je kan, wat kan je met cultuur? En natuurlijk ook al fantastisch als iemand als Connie Jansen... die bijvoorbeeld in de gashouder eh, danst. En nu, hè, wat kan je daar brengen? Of ook hè, de cultuurcampus zou mooie... Hè, waar we naar nou op zoek zijn. De cultuurcampus zou mooie kansen voor Zuid kunnen bieden... op het gebied van cultuur, hoger onderwijs en toerisme. Ik vind het ook altijd wel leuk om met woorden te spelen. Ik dacht altijd die negatieve woorden over uh, Zuid. Ik zeg Rotterdam-Zuid... Mooie stad achter de dijken. He, zou dat niet leuker zijn? Want die dijken spelen een hele grote rol. Uh, en achter de dijken betekent veel. Het is, namelijk, het is niet alleen letterlijk achter de dijken. Daarmee sluit je mensen ook op. Je, je, je houdt ze af van de wereld die daarachter ligt. Dus hier zijn de dijken die aangelegd zijn. En we hebben ze allemaal geïnventariseerd op hoogte, breedte enzovoort. Uh, ze blokkeren overal. He, deze. Of ook hier, dan is er een bruggetje gemaakt, heel lief. Om he, Saarloos te verbinden met uh, de haven. Nou, zo moet je dat doen. En dan stopt hij ook. Ik, ik heb nog geen foto van de andere kant gemaakt, die is nog erger. Dat is niet zoals je... He, dat doe je misschien van... Dat is niet goed, dat snapt u ook. He, of waar die bij... hoe? Dan kun je ook heel veel foto's van laten zien. Hoe de Afrikaanderwijk via blokkades aan de Maashaven ligt. Dat zijn een heleboel ook wanden en niveauverschillen... die gewoon niet goed zijn. Want vaak is het gewoon als infrastructuur bedacht. Stel je nou eens voor, die dijken door Zuid. Het is 10 kilometer. Het wordt 10 kilometer Zuiderdijkpark. Kunt u zich dat voorstellen? Met echt breed is. En misschien moet het ook een beetje hoog... maar dat is een hele brede uh, park... He, in... Ik weet nog niet welke naam die moet hebben. Ik zeg in New York heb je de High Line. Misschien moeten we dit de Slow Line noemen. He, maar als dat de belangrijke drager en ook misschien in die Big Five van Rotterdam meedoet. En hij loopt letterlijk van Waalhaven Zuid via dat hele tracé naar Feyenoord City. Want wat wil je doen? He, dit is een foto van de, de TU Delft. En wij hebben het Mekelpark ontworpen. Maar wat stel je nou eens voor dat links in deze foto zitten al die wijken en rechts zitten die bedrijven, die haven. Wat doe je om ze bij elkaar te brengen om een zone te maken waar het juist mensen bindt, die het voor beide aantrekkelijk is? Want groen is niet alleen ook voor bewoners, dat is ook voor al die mensen die je naar Rotterdam wil trekken, die je graag willen werken. Een dijk om te verblijven, te spelen, te ontmoeten, te sporten en te ontspannen. Waar je in ook het collectieve programma, geen privéprogramma in, hè, maar of het nou scholen zijn of cultuur of enzovoort, dat het langs die hele strip gaat. En ook dat je er gewoon kan lopen, hè, flaneren, maar dat je er ook kan gebruiken om te fietsen. En misschien ligt er nog steeds een spoorrails van, de, van het havenbedrijf als ze die nodig hebben. Want toen gingen we kijken, bijvoorbeeld, ik, ik laat nu niet alles zien, maar even dit deel bijvoorbeeld. Hè, dit is dan bij de Waalhaven. Zijn we eens gaan inventariseren via het kadaster? Van wie is nou eigenlijk wat? He, als ik even links ga, links is dan, het is blijkbaar van de gemeente, maar met erf, dubbel erfpacht, ik weet het ook allemaal niet, naar het havenbedrijf, dan krijg je weer een stuk gemeente, dan krijg je weer een stuk uh, erfpacht, ik weet niet wat het verschil is tussen dubbel erfpacht en enkel erfpacht. Dan krijg je natuurlijk het uh, Hoogheemraadschap, de, de, uh, de Hollandse Delta, het Waterschap uh, Hollandse Delta, die het beheer doet van die hele dijk. Dan krijg je een, een hele strip met bedrijven, echt on, ja, hele kleine. Ja, ik bedoel, nou, daar, daar kan je toch echt wel iets anders voor verzinnen. En dan komt... Ik ken mensen die in Sjalo sprak die nog nooit aan de andere kant van die dijk waren geweest. Het is tot Sjalo's 200 meter. Wat kan je hiermee doen? Het is een scheiding tussen haven en stad. En ook... Wat ik toen straks liet zien, er was wel degelijk altijd een band tussen uh, de recreatie en de Waalhaven. Daar was pier 3 voor bedacht. Kent iemand pier 3? Bent u er ooit geweest? Ja, nou ja, <laughs> dat is ook niet raar. Ik denk dat de rest bij niemand het kent. En ook niet wat daar de gedachte achter was. Dat was als een recreatiepier. Dus stel je nou eens voor, dan moet je heel goed op deze kaart kijken. Dat dit... En dat we dit, met die, dit doorzetten, dat letterlijk het Zuiderpark via dit land in de Waalhaven. Ja? Het, uh, hè? En dat je daar gaat ontwerpen. Dat het een plek is, een destinatie om heen te willen gaan. Want mensen vinden het ook leuk om die haven te zien. En wat daar voor activiteiten zijn. En misschien kan je ook nog gekke programma's bedenken zwembad. Misschien hè? in New York kan je ook op zo'n plek leren kanoën of uh, kajakken. He? Dat het ook iets is waar je heen wil gaan. En ik dacht ook, je hebt er al die pieren in die Waalhaven liggen. Ik ga ze een naam geven, als een soort dorpjes. Ik heb het nu nog gekoppeld aan de straatnamen, want anders moest ik al... Hè? Maar de een heet dan de Kesterenpier, de Pannerdenpier, de Opijnenpier, nou, dan een Pier 3... En wel had ik nog andere... Nou. Oh ja, natuurlijk de hele, slu hele sluisjespier. Maar ook geef Waalhaven Zuid Campus. Geef, die, geef deze de verschillende dorpjes, die kleine stadjes, hun eigen karakter. Uh, en dat je daar iets mee kan doen. Dat zijn eigen communities. Want. <coughs> Ga eens kijken, is het mogelijk om dit veel meer mixed use in een ander perspectief te gaan zetten? Want gaan wij die 50.000 woningen van Rotterdam gewoon ergens zo neertekenen en dan heel snel uitrekenen hoeveel geld we eruit kunnen halen? Want ik heb er bezwaar tegen als, als woningbouw alleen maar een financieel asset is geworden. Nee, we zijn een stad aan het maken met elkaar en we willen heel graag dat die mensen daar graag willen wonen, dat ze groen hebben, maar dat ze er ook kunnen werken. En mixed use in dit soort gebieden is natuurlijk een hele interessante optie. Dan over verbindingen en mobiliteit. Er zit ook een soort rare balans in Rotterdam. Als je nu kijkt, de spoorlijn. Die loopt op Zuid en die natuurlijk dat belangrijke traject wat aangepakt wordt tot en met Dordrecht. Ik wil ook trouwens altijd de Drechtsteden toch niet, die, die moet je eigenlijk ook meenemen in die visie over Zuid. Die wordt belangrijk. Ik ben trouwens een grote voorstander dat er ook nog een nieuw station komt bij Antropo Haven omdat dat deel van die kop gewoon niet goed ontsloten is en eigenlijk heel veel potentie heeft. Ook een van de redenen trouwens waarom het Unilever daar weggaat en naar Hofplein, omdat daar gewoon geen goed openbaar vervoer is. Maar het ligt heel erg aan de oostkant en niet aan de westkant. Als je naar de metro kijkt. Uh, en dan hebben wij hier alle stations getekend en overal de afstanden tussen de metrostations? Nou, op Noord is dat allemaal zo nou, rond de 600 meter, of hè, zoals het hoort in de ruimtelijke ordening. Nou, in Rotterdam Zuid dan heb je afstanden van uh, anderhalf kilometer tot en met vijf kilometer. Weet je, weet je er ligt een, een, een metrolijn met niet een soort ritme van metrostations die je normaal doet bij een metro. He, dus er kan tussen Maashaven en Zuidplein best nog eentje tussen stoppen, volgens de regels van het openbaar vervoer. Maar maak op zijn minst eentje, zeggen wij, bij metrostation Waalhaven-Zuid. Daar heb ik ook helemaal gaan kijken waar dat kon zijn. Daar hebben we een plek gevonden waar dat kan. En maak daar, he, want ik weet niet, bent u wel eens bij metrostation Slinger geweest? Dat is niet leuk hè? Dat is een parkeerterrein. Dus als wij graag rond Slinger willen gaan ontwerpen, waarom verschuiven wij dan niet dat, die, hè, dat gebied bij Waalhaven-Zuid? Nou, dit is ongeveer waar de McDonald's is. Ja, ik heb alles ontdekt, dus ik, mijn restaurant werd ook de McDonald's daar. Uh, uh, dat is een veel logische plek om die transitie, die overgang te maken van de auto naar het openbaar vervoer. En het is een feest voor Slinger dan. Ook interessant is, dit is een tekeningetje gemaakt van uh, zizuid.nl. Dit is de, hoeveel auto's en fietsers door de Maastunnel gingen. Met, moet je je dus voorstellen dat in, bijvoorbeeld in 1960 er 64.000 fietsers per dag door de Maastunnel gingen? En grappig is dat uh, er is een enorme dip is gekomen uh, en dat het nu eigenlijk weer aan het toenemen is. Uh, natuurlijk ligt hij nu uh, qua onderhoud uh, dicht. Ik vind trouwens dat de Maastunnel, oh, daar kom ik zo daar kom ik dadelijk op terug. Ja. En ook is er iets raars. Aan de ene kant hebben we in Rotterdam-Zuid nog nou ja, zo'n snelweg, de pleinweg die, die door zo'n stad gaat. Terwijl er een enorme innovatie in logistiek is in die haven. Kunnen we niet iets meer voor elkaar betekenen? Hoe we dat slim maken. Trouwens, ook nog iets wat ik ook leerde. Dat ik zei, het is eigenlijk zo raar, zei ik dan. In die haven zit helemaal geen openbaar vervoer. Hoe komt dat nou? Dat is toch raar als daar zoveel mensen wonen? Maar dat heeft weer te maken. Uh, dat vroeger de bedrijven hun eigen busjes hadden en ook hun eigen uh, woningen regelden. Dus dat was georganiseerd. Dat was geen openbaar vervoer. Dus nu, ik, dat is al weg, al, al heel lang. Maar eigenlijk heb je een heel gebied zonder openbaar vervoer al. Uh, uh, en is daar een soort autostad, helemaal autonoom, die ook totaal disconnected is van Rotterdam, eigenlijk de mensen in die auto. Nou ja, goed, dat is ook een heel verhaal, ja. Maar goed, dan gaat het over de Maastunnel. Uh, ik denk heel dat als je iconen hebt van de stad. Ik geef een slokje water nemen. Ja. Wat mensen noemen altijd. Uh, nou ja, weet, we hebben de markt al en dat weet ik veel. Dat is ook zo. Ik vind dat de Maastunnel daar ook bij hoort. Uh, maar dan moet je hem natuurlijk wel ook beter gaan gebruiken. Dit soort tunnels tussen, uh, onder de rivier door, dan heb je in veel meer steden. Hè? En die worden echt. In Hamburg is dat echt een toeristische attractie om dat te doen en om die route te lopen. En daar worden ook dingen in georganiseerd. En dat is ook bijvoorbeeld in, nou ja, dat is een Frans plaatje, ik kan het niet uitspreken, maar dat, 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 Antwerpen heb je dat ook. En ook openbaar vervoer is aan het veranderen. En ik weet wel, dat, dat, dat zeggen verkeersdeskundigen tegen mij, dat stedenbouwkundigen die denken alleen in tram, in metro of in trein. Jongens, er is een heleboel andere dingen in ontwikkeling en mobiliteit. En waarom noem ik dat? Wil je die Maastunnel gebruiken? voor openbaar vervoer, is de enige mogelijkheid met een nieuw type bus. Dus wat als we nu eens de superbus introduceren? Want wat je ook een groot probleem is... Hè, natuurlijk gaan we nog over een nieuwe oefenverbinding praten... maar die is er niet snel. Hè? En die moet er ook komen. Maar wat als we nu al die maastunnel kunnen gebruiken met de bus? Want al ons openbaar vervoer, ook de tram en de bus... daar hebben we ook kaartjes van gemaakt, ga ik nou allemaal niet vertellen... het moet allemaal daarover uh, uh, op dat ene punt... Uh, Richting koolsingel uh, oversteken. Dus wat? Moet je weer even op dit kaartje kijken, ja. We maken dat nieuwe metrostation Waalhaven Zuid. Hier, ik kan het beter zo doen. Hier komt Rotterdam Centraal, superbus. Onder de tunnel gaat hier door, het is dus letterlijk die lijn, naar Waalhaven Zuid. Dus je kan hier met je auto hier. <tie> De metro, oh ja, maar ook de, de superbus pakken. Nou, ik ga even een paar keer hoesten. Nou, moet iemand anders het afmaken? Nou, uh... oh, wacht, ik doe het oh, fout. Ik druk op het knopje, moet deze zijn. Langs, natuurlijk, de superbus langs die onderwijsstrip. Je kan geen onderwijsstrip maken als je niet goed openbaar vervoer hebt. Die verbind je dan ook door naar Feyenoord-Stadion, uh, wat een intercity station wordt. Want het is ook belangrijk dat iedereen met de intercity niet allemaal naar Rotterdam Centraal hoeft. Dat je dat beter spreidt. En misschien rijdt hij wel door naar Alexander, daar ga ik niet over. Dat is buiten mijn uh, scope. <laughs> maar het betekent dat je dingen ook sneller kan doen en dat hij onder die, die maastunnel kan gebruiken. En dan, eigenlijk, als die Maastunnel zo'n belangrijk icoon is van de stad, hè? want ik weet niet wel of mensen het weten, je hebt dus de auto's, maar dan heb je fietsers, en daaronder is er nog een voetgangerstunnel. Hè? Weet mensen dat weten, superleuk. Dus je kan daarmee dat rondje Rotterdam maken, het centrum van Rotterdam. En dit is letterlijk het centrum van Rotterdam. Daar horen, is de Rijnhaven en de Maashaven. Dat is hetzelfde als het rondje Kralingse Plas. Dat is ook vijf kilometer. Hoe mooi zou dat zijn? Dus nu of zo heb ik eigenlijk al mijn ingrediënten proberen te verzamelen. Over programma en economie, over een onderwijsstrip, over de binnenvaart meer als een community die er levendig onderdeel is. De cultuurcampus, het Dokhaven Living Lab, de hele filosofie over mixed use. Haven, werken, wonen, recreëren op de pieren. Introduceren campus Waalhaven-Zuid. En ik denk dat het ontzettend be belangrijke, misschien wel het allerbelangrijkste element... He, mooie stad achter te duiken, maar het Zuidendijkpark, he, van Waalhaven Zuid tot Feyenoord City. Dan kan je, ik weet niet hoe je het precies rekent, maar 25, dan kan je he, met, meteen dat waarmaken wat je moet toevoegen hier op Zuid. Pier 3, geeft de Pieren een naam. Een nieuw metrostation, superbussen en vijf kilometer rondje Hart van Rotterdam. En dan krijg je eigenlijk die lagen van zoals het nu is. Dan het Zuiderdijkpark, met echt maat en met programma daarin. Onderdeel, hoop ik, van de Big Five, als dat nog kan. Dat weet ik natuurlijk niet, daar ga ik ook niet over. We geven dit als dorpjes in de Waalhaven, als kleine stadjes, hun namen en hun eigen identiteit. en ook hun eigen branding om dat te ontwikkelen. Soms verbinden we ze ook met elkaar. Dan kan je er ook tussen hoppen. We introduceren de superbus-trajecten, een nieuw metrostation, het rondje Hart van Rotterdam. Programma, economie, onderwijsstrip, cultuurcampus en vooral ook het mixed use. Dat daar ook een heel groot deel van het woningbouwprogramma heen gaat en het recreëren op de pieren. En daarmee zou je hebben Rotterdam-Zuid, mooie stad achter de dijken. Dank u wel.